Ja, dank jullie wel. Mijn naam is Mark van Dodeweert, opleidingskundig adviseur bij Wateropleidingen. En ben hier samen met onze directeur Agnes Maanhout, die dadelijk de certificaten gaat uitreiken, de eerste. Maar voordat ik start met de presentatie, wat eigenlijk is best wel heel bijzonder. Want ik ben, Hans zei het al een beetje, ik ben gestart als stagiair eigenlijk in deze werkgroep. Maar door dit project ben ik wel in de watersector gerold. Nu werkzaam bij Wateropleidingen. Dus dit is wel een mooie opstap geweest. En toen was het ultieme doel een aantoonbaar bekwame dijkbewakingsorganisatie. En dat was toen voor mij als stagiair wel een hele klus van hey, hoe gaan we dat bereiken landelijk, verschillende waterschappen, verschillende rollen. Vandaar is de dag dat we eigenlijk de eerste certificaat gaan uitreiken met aan een aantoonbaar bekwame dijkbewakingsorganisatie. Of de eerste stap is daartoe gezet. Dus dat wilde ik eigenlijk wel eerst zeggen voordat ik startte. Zei je? Ja. Het programma. Even een korte terugblik van hey, hoe zijn we hier nu gekomen? Dan wat is certificering? Wat verstaan we daar nu onder? Dan de werkwijze certificering senior dijkwacht. Dus hoe ga je daarmee om als waterschap? Hoe kun je dat aanvragen? Dan toch nog kort even de werkwijze voor de dijkwachten. Dus ik noem ze gewoon dijkwachten, Hans. Mag dat? Kijk, dankjewel. Precies. Ja. En dan dan kunnen vragen stellen. Van, hey, zijn er onduidelijkheden? Waar wil je meer informatie over? Dat kan. En dan de feestelijke aangelegenheid, dan worden de eerste certificaten uitgereikt door Ludolf en Agnes. Een korte terugblik. Dit is vorig jaar besproken door mijn collega Claudia Peters en Marian, als ik het goed heb. En daar zijn eigenlijk een aantal uitgangspunten op besproken. Er moet een onderscheid komen tussen junior en senior. Dat is toen ook vastgesteld. En wat is het doel, of wat blijft het doel, dat is hetzelfde gebleven, een aantoonbaar bekwame dijkwachten. Dan nevendoelen. Die kun je ook lezen natuurlijk, maar wat vooral belangrijk is, de voorwaarden. Certificering junior dijkwachten door de eigen organisatie. Certificering senior dijkwacht geborgd door een erkend opleidingsinstituut, afgenomen door eigen organisatie. En dat is geworden afgenomen bij eigen organisatie. Maar daar ga ik zo nog dieper op in. En laagdrempelig voor junior dijkwachten. Het moet wel haalbaar zijn, maar het moet wel waarde hebben. Er moet wel kennis getest worden. Want je wil natuurlijk wel voldoende dijkwachten op je dijk hebben. En als je het te zwaar maakt, is ook de kans dat je te weinig hebt. Maar goed, je moet wel kennis op de dijk hebben, op de kering. En daaronder is ook wel een belangrijke toevoeging. Daarbij is het mogelijk om een groeimodel aan te houden. Want zoals ik in het begin al zei, je hebt met landelijke waterschappen te maken, heel veel organisaties. Dus er zitten altijd weer verbeteringen in. Maar daar kom ik zo ook nog wel verder op als ik erbij kom, wat is certificering? Nou, wat is certificering? Je ziet er twee voorbeelden. Die ene zie je een certificaat voor een BAV-training. Je zou er ook EHBO-training voor kunnen zien. En een rijbewijs. En dat is ook een soort certificaat. Maar wel twee manieren hoe je het kunt behalen. Bij het BAV-certificaat of het EHBO-certificaat, daarin doe je jaarlijks of tweejaarlijks, maak je daarvoor een toets of een tentamen. Bij het rijbewijs, die is eigenlijk je leven lang geldig, of tot je 70ste, 75ste rond die koers. Maar je werkzame leven, of dat je die is heel lang geldig. En daar zit ook weer verschillen in. En die behaal je door een theorietoets, maar ook praktijktoets. Dus zo zijn er verschillende manieren van certificering. Nou, de manier waarop wij de dijkwachtencertificering is nu nog door een theorietoets. Maar het kan zomaar zijn, en dan heb je weer dat groeimodel, dat je denkt van, hey, we willen dat nog zwaarder, en moet bijvoorbeeld nog een praktijktest bij. Maar voor nu is het een theorietoets. Als er tussendoor vragen zijn, want ik zie wel mensen knikken, maar zijn er vragen, steek al gerust of geef het aan. Dan de totstandkoming.
Ja, hoe zijn we ermee aan de slag gegaan? Nou, het is een opdracht van de werkgroep. Een opdracht van STOA in die zin. En in samenwerking met ons, met wateropleidingen. Nou, hoe zijn we aan de slag gegaan? Hans zei het ook al. Er zijn eerst leerdoelen opgesteld. Van, hey, wat willen we dat iemand moet kunnen? Wat moet iemand na afloop van een toets... wat moet hij dan kunnen? Daarnaast een toetsmatrijs, die komt zo nog in beeld. Als je denkt van, hey, wat is een toetsmatrijs? Maar die laat ik zo nog zien. Toen hebben we vier sessies gehad om vragen te maken. Die zijn door leden van de werkgroep opgesteld. En die zijn ook nog gescreend. Want je stelt ze met elkaar op. Maar iemand anders kan er weer net anders naar kijken, zodat ze weer scherper zijn. Wij hebben het vanuit didactisch ook bekeken, wateropleidingen. Van, hey, is het verantwoord wat je vraagt? Staan er dubbelingen in? Zijn het geen strikvragen? Want die zijn eigenlijk het makkelijkste om te bedenken. Maar dan meet je niet wat je wilt meten met strikvragen. Nou, dan de werkwijze voor certificering senior dijkwacht. Het doel daarvan is landelijk uitwisselbaar. Nou, hoe gaat de procedure? Je kunt hem zelf afnemen of met surveillant van wateropleidingen. En als je het zelf afneemt, zit er wel wat voorwaarden bij. Omdat wil je de waarde van de certificering behouden, wil je de waarde van het certificaat voor dijkwachten behouden, en dan met name senior dijkwachten, dan moet die vraag ook echt geheim blijven of intern blijven. Daar moet zorgvuldig mee om worden gegaan, want anders ben je de waarde van je certificaat meteen kwijt. Als die vragen op straat komen te liggen, ja, dan meet je eigenlijk niet meer wat iemand kan. Dus neem je hem zelf af, dan kan het zijn dat wij dan een steekproef doen als we denken van, hey, we gaan daar eens een keer kijken, volgens de procedure die wij hebben opgesteld. Zodat er zorgvuldig met toetsing en vooral het certificaat wordt omgegaan, want die waarde moet behouden blijven. Want ja, we weten het ook als werkgroep, we hebben het samen met de werkgroep gedaan, het opstellen van vragen, leerdoelen, is heel kostbaar, kost veel tijd. Dus vandaar dat we daar heel streng op zijn. En vandaar ook dat, dat is wel heel belangrijk. Het kan op locatie van eigen waterschap en dan per keer maximaal 25 deelnemers. Nou, hoe kun je het aanvragen? Als je een datum hebt waar je denkt van, nee, dan wil ik het houden. Stuur dan minimaal 4 weken van tevoren een mail naar Ingrid Hilwerda, @wateropleiding.nl. Dat is wel heel formeel natuurlijk, want deze presentatie komt ook nog op de site staan. En er zal ook nog wel instructie komen van, hey, hoe vraag je het precies aan op de wikinoodmaatregelen. Het tentamen, hoe ziet dat eruit? Het bestaat uit 20 meerkeuzevragen met 3 opties. In de database zitten 79 vragen. En van die 20 vragen die in één tentamen zitten, moet je 80% goed hebben. En bij voldoende resultaat krijg je een certificaat die 4 jaar geldig is. Dus niet net als een rijbewijs die voortdurend geldig is. En dat heeft er vooral mee te maken, er zijn continu ontwikkelingen. En wellicht zeg je van, de waarde moet nog zwaarder worden. Dus door middel bijvoorbeeld van een oefening erbij. Dus vandaar dat het 4 jaar geldig is. Nou, daar rechts zie je een toetsmatrijs. En dat wil zeggen, hoeveel vragen van een bepaald onderwerp wil je in een toets hebben? Je ziet dat communicatiemiddelen, dat daar niks achter staat. Daar zijn wel leerdoelen over geformuleerd, maar dan vooral op waterschapsniveau. Omdat er heel veel verschillen in zitten tussen waterschappen. Dus vandaar dat daar een 0 staat. En dadelijk zie je ook bij de junior, nee, dat mag ik niet meer zeggen, bij de dijkwachten, dat er bijvoorbeeld bij locatie- en gebiedskenmerken ook een 0 staat. Omdat, dat is ook waterschaps-eigen, die locatie- en gebiedskenmerken. Maar hier hebben we wel vragen opgenomen, omdat je landelijk uitwisselbaar bent. Dus je moet van bepaalde locaties en gebieden moet je kenmerken weten. Nou, dan de werkwijze voor de dijkwachten. Daar hebben we ook een database voor opgesteld. Die is in Excel en per leerdoel zijn vragen geformuleerd. En die database is beschikbaar voor alle waterschappen. Die komt niet op de wiki, omdat je dan ook die vragen weer openbaar zijn. Dan ben je ook die waarde daarvan kwijt. Die kun je wel aanvragen, die database. En die kun je aanvragen bij de werkgroep. En dat is door naar het secretariaat te mailen. Maar dat volgt ook nog.
En daar heb je ook de ruimte om het samenstellen van een eigen tentamen. Dus kies daar ook vragen in uit waarvan je denkt van hey, dat is echt van toepassing op ons eigen waterschap. En dat certificaat reik je ook zelf uit. Dus daar staat ook niet de stempel van wateropleiding op. Dus daar, als je zegt van nou, ik wil hem nog zwaarder, ik voeg 30 vragen toe, kan ook. We adviseren wel om ook weer de censuur van 80% aan te houden. Dat wel voldoende vragen worden goed beantwoord. Ook daar weer een toetsmatrijs bij opgesteld. Een vragendatabase in Excel, zoals ik al zei. En een schabloon. Dus hoe neem je toets af? Hoe stel je dat op? Hieronder zie je bijvoorbeeld een voorbeeld. Ik heb niet alle antwoorden opgezet, omdat deze ook weer op de wiki komt. En dan zou deze vraag al geschrapt kunnen worden. En ik weet hoeveel tijd erin is gaan zitten. Of niet, Freddy? En hieronder zie je ook dat het per leerdoel is dat daar de vragen in staan. Ook ons voorstel is 20 vragen, 80% goed. En er zitten 81 vragen in de database. Dus je hebt best wel wat keus. Over communicatiemiddelen en locatiegebiedskenmerken hebben wij geen vragen geformuleerd. Maar als je zegt van hé, daar wil ik wel vragen over in mijn toets. Ja, moet je dat doen? Even kijken. En dan een korte samenvatting. Verschil tussen dijkwacht, senior dijkwacht. Bij de dijkwacht afname door eigen organisatie. Geldig binnen eigen organisatie. Het gaat ook om grotere aantallen dan bij de senior dijkwacht. En je kunt zelf vragen toevoegen, gebiedsspecifieke vragen. Nou, bij de senior dijkwacht afname door wateropleidingen of onder verantwoordelijkheid van wateropleidingen. Dat die certificaten ook echt waarde blijven behouden en landelijk uitwisselbaar zijn. Dat heb ik nu eigenlijk al toegevoegd. Zijn er vanuit jullie nu nog vragen? Of verduidelijking of opmerkingen? Marjolein. Je geeft aan dat Dijkwacht senior 4 jaar geldig is. Wat is de geldigheid van de basisdijkwacht? Dat is een hele goede vraag. Inderdaad, want dat gaat onder verantwoordelijkheid eigenlijk van je eigen waterschap. Die mag je zelf afnemen. Maar ik weet dat Rivierland ieder jaar doet, dacht ik. Hè? Maar goed, dan moet je eigenlijk, dan moet je echt zelf weten. Als je denkt van, het kan ook een gevoel van dat je denkt van, ik wil gewoon weten, zijn ze nou bekwaam mijn dijkwachten? Zou ik het om de 3 jaar, 4 jaar afnemen? Maar dat je daarnaast ook nog wel regelmatig die dijk binnen moet zijn. Dus het is alleen maar de toets, maar je moet ook praktijk doen om regelmatig te krijgen. Ja, precies. Krijg je er dan een paar jaar bij mij op? Sorry? Stel je bent hier iets van 4 jaar geldig, hè? En na jaar 3 ga je draaien mee. Ben je dan weer 2 jaar extra of zo? Volgens mij hebben wij eigenlijk gezegd, en net is die discussie die we vorig jaar hebben dat je om de 4 jaar deze toets doet, maar dat je wel elk jaar minimaal 2 keer op de dijk moet staan. Dus en eigenlijk? Het is en-en, niet eigenlijk, maar gewoon en-en. Want dit moet ook mensen zijn die het gewoon heel erg leuk en interessant vinden op de dijk te staan. Ja, en wat ook misschien wel een belangrijke toevoeging is, iemand die net dijkwacht wordt, die kun je natuurlijk ook geen senior dijkwacht laten, maar die zal ook de toets waarschijnlijk niet halen. Dus er is ook ervaring voor nodig. En dan haal je die toets ook makkelijker. Dus vandaar dat zit ook wel in die zin gebogen. Je ziet aanvulling, je gebruikt met auto opleiden, trainen, oefenen, waarbij opleiden eigenlijk scholing is, dus theorie. Vervolgens heb je training, dan zet je je theorie om naar vaardigheden toe. En eigenlijk is een oefening een toetsing. Door te laten zien. Dan kun je het nog in de praktijk. Dus die volgende is die hanteer ik. Ja, goed toevoegen. Ja. Misschien de vraag aan de werkgroep. Wordt er ook overwogen, het belangrijkste bij de dijkwacht lijkt me, dat het in de praktijk goed gaat. Een theorie is, je ziet de foto kiezen, dat is toch moeilijk. Wordt er ook overwogen om de praktijktoets aan te verbinden. Dat is dat bij visuele inspectie gebeurt.
Dus ik begrijp het wel, want het EHBO-diploma doet dat bijvoorbeeld wel, of een rijbewijs. Verschilt even, we hebben dat in de werkgroep nog niet toegepast aan de waarde. Wij doen het wel namelijk met scholen, zowel theorie als praktijk. We gaan met de mensen de dijk op tijdens de cursus. En wat wij ook toevoegen bij ons eigen examen is ook gewoon dat ze formulieren moeten vullen aan de hand van foto's, dus ook juiste formulieren vullen, dat is ook belangrijk. Dat zijn extra toevoegingen die als waterschap wel kan, maar niet echt de dijk op om het baan te maken. Dus eigenlijk de cursus dijkwacht en senior is nu de basis die gevormd is en kan dus zelf als waterschap beslissen of inderdaad de praktijk vervolg eraan geeft. Ja, wij leiden dus mensen op dijkwacht. En wij stellen voor een eis voor senior moet je 3 jaar ervaring hebben, moet je geoefend hebben, getraind en opleiding hebben gedaan. En ook een beetje leidinggevende capaciteit hebben, want wij zien de senior ook als leiding, een beetje de leidinggevende van een patrouille. En in het begin hebben we de werkgroep ook genoemd dat op het moment dat we ook senioren hebben, dat we dan ook juist die mensen kunnen mee laten kijken naar de gewone dijkwachten, van joh, ben je op de dijk of vaardig genoeg om daar te kunnen meekijken. Dus het is echt een soort opbouw waarin je volgens mij steeds sterker wordt aan elkaar. Maar het is eigenlijk meer zo dan dat je zeg maar, mensen zelf voorstelt om senior te gaan doen. En niet zeg maar iedereen die wil gaat om senior doen. Dat gaat meer initiatief vanuit de waterschap. Ja. Dus als je denkt van nou die is er wel geschikt voor, dan ga je hem aanbieden. Ja, ook je vraag van de persoon zelf. Persoon zelf moet ook willen. Inderdaad, nee. Maar je kan ze ook aanwijzen. Ik kan ook zeggen, voor jou geschikt, jij mag senior voor. Maar dat doen wij dus niet. Dat bedanken mensen zelf voor. En toen nog één vraagje vanuit op de toon van het certificaat. Noemt een aantal voorwaarden voordat iemand senior kan worden. Wie toetst daarop? Wie checkt dat? Onze dijkbeheerders, die hebben het meest contact met de mensen op de dijk. Ja. De dijkwachter. Die kennen ze redelijk goed. En die beoordeelt, of die kan ook beoordelen of die inderdaad ervaring heeft, de competentie lijkt geven, de ervaring en het enthousiasme. En geldt dat voor alle waterschappen? Want een van de belangrijkste van die erkende certificering is dat het landelijk uitwisselbaar is. Dus dan zou je ook willen verwachten dat als het certificaat staat voor een vergelijkbare aanpak van die mensen. Die ervaring die hebben, ja. De capaciteit en de certificaat gehad. Want met certificeren ben je in feite ook al de standaard. Ja. Dat heb je zelf heel duidelijk laten zien in je eerste plaatje. Ja. Maar je praat daarna even, wat is de beginsituatie? Ja. Wat is de instroom? Met welk niveau stroomt iemand in? Ja. Die waarde bepalen, die doet feitelijk het waterschap zelf. En na het volgen van de opleiding senior dijkwachter, certificeert, is daarmee een. Heb je eigenlijk de persoon zelf of je dijkwachter op het niveau gebracht die wij met op lijn komen? Ja. Is daar nog onderscheid in gemaakt in vrijwilligers en medewerkers? Nee. Met name bij de vrijwilligers heb je juist heel enthousiaste mensen. Ook bij je eigen mensen. Ja. Maar we laten het ook.